Welkom bij Tegenlicht Live. Wij praten hier in de studio verder met Erik van Hetzelfde. Goedenavond, welkom. U kunt vragen stellen via Twitter, hashtag Tegenlicht Live of de hashtag Tegenlicht doet het waarschijnlijk ook. Er komen al heel veel reacties binnen op de uitzending. Om even te beginnen met een vraag. Had u de uitzending al gezien voor nu? Wij waren met het gehele docententeam in de gelegenheid gesteld door de VPRO om naar een soort première te gaan in Rotterdam. En ik heb het dus gezien met het hele docententeam. En hoe was dat? Heel apart om naar een bioscoop te gaan in het Rotterdamse. Om naar een film te gaan over de Hugo de Groot, over je school. En daar met alle personeelsleden te zitten. En voor ons is de ene kant geen verrassing. Hè. Dit is ons leven zoals we op de Hugo rondwandelen. Dat is ons alledaagse bestaan. En tegelijkertijd een hele leuke, belangrijke gebeurtenis. Want je krijgt ook weer te zien waar je het voor doet. Dus dat is ook nog nuttig. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld reacties als... de meeste reacties zijn echt van... gedreven man, doet goede dingen, fantastische kerel. Ja. Terwijl, in de uitzending blijkt heel erg dat... dat u ziet dat het beleidsmatig verkeerd gaat in het onderwijs. Waar is dat wat u betreft fout gegaan? Wanneer is het misgegaan eigenlijk? Ik denk dat het mis is gegaan toen we de belangrijkste persoon in het onderwijs... tekort hebben gedaan. En de belangrijkste persoon in het onderwijs is de docent voor de klas. Dus de leerkracht die zijn vak verstaat, de docent die zijn vak verstaat. Toen we vanuit allerlei filosofieën zijn vak moeilijker zijn gaan maken en hem rechten hebben ontnomen, toen zijn we helemaal ontspoord in dit land. Maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren talloze hervormingen geweest in het onderwijs. Is er eentje aan te wijzen of is er één moment aan te wijzen waar het eigenlijk is misgegaan? Ja, nogmaals, op het moment dat we de docent uit zijn eigen rol hebben gehaald, op een gegeven moment in de tweede fase moest hij coach worden in plaats van docent. En er zijn ontzettend slechte ingrepen geweest. Ja. Er zijn mensen die zeggen, is het eigenlijk gewoon maar teruggaan naar vroeger, naar hoe het onderwijs was in de jaren 50, 60? Ja, ik ben een warm voorstander van Wim Sonneveld, ons dorp. Vergeef het me. Maar ik denk dat die generatie docenten ook de huidige generatie mensen heeft ontwikkeld die nu de maatschappij dragen. Ik denk dat het ontzettend betrouwbare, solide docenten waren. Mm-hmm. En daar hunker ik naar. Ik doe ook niets lievers dan een oude oldschool eerste graden aanstellen tussen de 50 en de 60. Want ik weet dat daar kwaliteit in zit. Ja. En zitten dat soort kwaliteiten ook bij jonge docenten of is dat een stuk moeilijker? Nee hoor, die kwaliteiten hebben de jongere docenten ook. Wij hebben een grote lichting binnen nu universitair geschoolde docenten. En een aantal tweede graders die met de eerste graad studie bezig zijn. Daar zie je precies hetzelfde optreden. Maar dat zijn gymnasiasten van oorsprong. Uh-huh. En dat is toch ander volk. Ja. En dat zijn nu weer de nieuwe goede docenten van de toekomst. Maar er zijn er wel te weinig van. Ik heb hier een vraag binnengekregen... Ja. Tegenlicht gaat nu nog over het veilig maken van de school. Maar wat maakt deze school qua onderwijs nou zo bijzonder en goed? Ik denk dat wij moeten erkennen dat we in een bepaalde wijk staan. Waar ook een nationaal programma op is gezet vanuit heel het land. Hè. Dus er wordt aandacht voor gevraagd voor die achterstanden daar. Mm-hmm. Wij hebben dus SEC alleen al van 27 uur zijn we naar 38 uur gegaan. Maar we hebben wel gezegd, als je 27 uur slecht lesgeeft... En je gaat er nou 38 uur slecht lesgeven, dat is bijna crimineel, dat moet je niet wensen. Dus we gaan kijken welk team hebben wij nodig en hoe gaan we de les inrichten. Welke onderwijsvisie ligt daaronder? Hoe gedraagt een docent zich? Wij hebben heel erg gehamerd op, als docent ben je gastheer. Kinderen komen echt bij jou binnen en behandelen deze leerlingen ook zo. Ja. Ik denk dat onze voornaamste winst zit in het feit dat wij een hele goede docent hebben binnengehaald. En het punt dat ik daar probeer te maken is, als directie hoef je eigenlijk niet zo goed te zijn als je docententeam heel erg goed is. Ja. En als je docententeam heel erg goed is, dan maakt het eigenlijk, dan kan je bijna als directie een soort OOP worden, dat de kachel brandt, dat de toiletrollen er zijn. Het gaat echt om die belangrijkste persoon in je gebouw, dat is de leerkracht. En als die goed zijn, dan ben je er al bijna. En heeft het te maken met lesmethode? Is er een bepaalde keuze voor een bepaald soort lesmethode of een bepaalde richting daarin? Nee. Ik verbaas me ook over alle publiciteit vandaag. Het enige wat wij hebben gezegd is, we willen goede docenten. Uh-huh. En welk boek je dan gebruikt of welke methode je aanhoudt, dat is allemaal niet relevant. Het gaat erom, heeft die persoon zelf scholing gevolgd? Ja. En nu zie je bijvoorbeeld dat mbo
studenten, onderwijsassistenten, die gaan naar de PABO, naar de HBO. Uh-huh. Dat vind ik een verkeerde volgorde. Het moeten echt gymnasiasten zijn of mensen die het ateneum hebben gedaan, die daarna naar de universitaire opleiding gaan. Dat zijn gewoon supergoeie docenten. Uh-huh. En dan hoef je niet aan didactiek of pedagogiek te sleutelen. Dat hebben we al te veel gedaan. Uh-huh. Daar zit je winst niet in. De winst zit hem in het feit dat die docent zijn vak verstaat. Ik heb hier een vraag van Mark Kamphuis. Die zegt, spelen de onderwijsbonden hier ook een rol in? Beperken die verandering? Ik zou bij God niet weten wie er tegenwoordig nog lid is van een vakbond. Ik snap ook niet waarom de Tweede Kamer of OCMW onderhandelt met vakbonden. Daar is geen kip meer lid van. Namens wie praten zij? En wat hebben zij de laatste jaren gedaan? Ik heb 1 staking meegemaakt met de vakbond. Toen kregen we een rood petje en toen moesten we in de regen naar het Malieveld. Als de vakbonden echt in positie waren gekomen, dan hadden ze al jaren achter elkaar minimaal een maand lang het onderwijs plat gegooid. Maar ja, dat doen ze niet. En dat vind ik een gemis. Ik hoop dat die vakbonden dat een keer gaan doen. Ja. Ik heb hier een vraag van Annelies Nijhuis. Die geeft aan natuurlijk dat de inspiratie hiervoor gezocht wordt in Schotland. Hoe ver is die vergelijking met Schotland te maken? Wordt er op Hugo de Groot ook op dinsdagochtend gezongen? Maar is dat, komen er schooluniformen aan? Maar hoe ver is de vergelijking daarmee door te trekken naar hier? Dat de vergelijking zou kunnen zijn dat alle leerlingen bij ons in een warm bad terechtkomen. Uh-huh. Dat we bijna een soort kostschool voor de armen willen zijn. Dat ze veilig zijn. Dat ze kind kunnen zijn. Dat ze kunnen spelen wanneer ze willen. Dat we een heel scala aan brede sporten hebben. Dat we goede docenten hebben. En dat wij gaan kijken, waar ben je nou goed in? Uh-huh. Kijk, het Nederlandse onderwijssysteem, dan krijgen ze hun rapporten. En dan zie je die 14 vakken staan. En dan staan er 3 keer of 5 keer een 4 of een 5. Wij zijn er ontzettend goed in om te zeggen tegen het kind waar je niet goed in bent. En we slagen er niet in om te zeggen van, maar hier ben je wel heel erg goed in. En daar gaan we mee verder. En het is me veel waard als wij met Hugo de Groot daar steeds beter in worden. Kijken waar ben je goed in en dan gaan we samen optrekken, gaan we het eruit halen. Ja. En daar vertonen we gelijkenis met Schotland. En in hoeverre zit daar ook iets zeg maar in dat soort uiterlijkheden als waar ze in Engeland aan hechten, zoals een schooluniform? Wij hebben voor de lichamelijke opvoeding hebben wij een uniform. Uh-huh. Maar dat is meer omdat ik niet wil dat kinderen elkaar pesten van jij hebt geen Nike of jij hebt geen Adidas. En we hebben een aantal jassen laten maken voor leerlingen die iets speciaals hebben gedaan. Die krijgen zo'n Amerikaanse high school jas met Hugo de Groot op de achterkant. Maar de Nederlandse maatschappij is er niet klaar voor om uniformen aan te trekken. Moet je ook mijn leerlingen niet aandoen, want dan zijn zij de enige in Zuid. En dan begint ellende al bij het bushockey 's ochtends vroeg, dus dat wil ik ze niet aandoen. Okay. Duidelijk. Ik heb hier nog een reactie van iemand via de website, die zich simpelweg afvraagt, hoe kunnen wij als kijkers er gewoon toe bijdragen dat dit project van start komt? Oh man, pak van hart die vraag. Beantwoorden, hoe kan dat? Ik heb evenveel emmers als gaten in mijn gebouw. Zoveel lekkage is er. Wat dat betreft zou ik iedere financiële steun zeer welkom heten. Maar mochten er ook docenten zijn die nu op een school werken, op een goede school werken, goed in het vak zijn en zeggen ik ga toch voor een stukje idealisme naast het salaris, dan zou ik die ook ontzettend willen uitnodigen om te solliciteren. Oké, okay. Dus goede docenten solliciteer en voor de rest. En slechte docenten, maak je geld over. Nou ja, goed. Daar volgt onmiddellijk ook weer een volgende vraag uit van Eddie Smeink via Twitter. Dat is een prachtig initiatief. Wanneer wordt zoiets als dit landelijk uitgerold? Dat is misschien wel heel snel. Maar... Ja, nou, wij hebben 2 jaar geleden hebben wij het voorwerk verricht, onderwijskundig, voor dit plan. Hebben wij 200 basisscholen per dag binnen gehad, of 200 basisschoolleerlingen. En we hebben dat gemeten en dan zie je dat leerlingen die een jaar lang meedoen met taal, met woordspelling, begrijpend lezen, die gingen van onder het landelijk gemiddelde naar boven het landelijk gemiddelde. En op basis van dat onderzoek hebben wij gemeente het structureel te maken. En ik verwacht dat als wij 2 jaar, 3 jaar draaien en het Trimbos verricht de metingen daar. Om er zeker van te zijn dat we ook dat effect behalen dat we beogen. Uh-huh. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat het op een gegeven moment in de G4 steden gaat wordt opgenomen. En dan zal het op een gegeven moment landelijk beleid worden. Ik heb hier nog een vraag van Adriaan de Heer. Die vraagt, kreeg u steun van de onderwijsinspectie bij het streven naar deze excellente kwaliteit voor onze docenten? Ik zal hem veralgemeniseren. Alle mensen die al jarenlang in het onderwijs invloed hebben gehad, die zitten in het verhaal waarom het onderwijs nu er zo slecht aan toe is.
Dus dat is niet alleen de inspectie. Dat zijn meer, dat zijn de vakbonden, dat is OCMW. Dat zijn alle onderwijsgoeroes die hun geld hebben verdiend. We kunnen maar één conclusie trekken vandaag de dag. Dat is dat er geen docenten zijn, want mensen willen geen docent meer worden. En de onderwijsresultaten, de PISA-ranglijsten, noem ze maar op. Ja, het is niet voor niets dat we onderaan die ladder bungelen. We zijn er gewoon slecht aan toe. Maar goed, er wordt hier gevraagd of u steun krijgt. Moet ik daaruit opmaken dat u niet alleen geen steun kreeg, maar ook werd tegengewerkt door onderwijsinspectie? Of? Laten we niet zo ver gaan, maar iets meer steun had ik wel kunnen gebruiken. Okay. Volgende vraag. Dat vraagt Jean-Luc Laval. Diploma's staan voor zoveel meer. Wat zijn de kansen voor iemand met dezelfde passie als u? Ik kan niet wachten om te helpen. Dus ik heb nog iemand die zich eigenlijk aanmeldt om te solliciteren, zo te zien. Vooral doen. Vooral doen. Ja. Oké. Hoe staat het er nu mee? Want er is vandaag enorm naar buiten gekomen, groot in de publiciteit, dat het nu officieel wordt aangevraagd, een licentie. Hoe groot is de kans dat die licentie er komt? Dat is aan staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker. Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat zij zeggen van op alle basisscholen in heel dit land gebeurt het op deze manier. Laten we het nu eens op één basisschool op een andere wijze doen. En dat is misschien uniek voor Nederland, niet voor alle Britstalige landen, hè? Ook niet voor Finland. Maar laten we nu eens op één school hier in Nederland een pilot draaien waar we van gaan leren. Ja. En dan kan de rest in hun tempo volgen. Maar zij zijn aan zet daarin. Okay. En op welke termijn is de verwachting dat die daar een beslissing over nemen? Ik begrijp dat de SP Dekker heeft benaderd om in een versneld tempo een PO-licentie te verlenen. Ik zou bijna een oproep willen doen aan hem om even los van partijpolitiek of hoe mijn uitspraken vanavond misschien ook zijn gevallen richting die mensen. Om wel echt het liefst deze week nog die licentie te geven. Kijk, het stelt niets voor, hè? Een licentie is een papiertje in je kast. Just do it, ja, zou ik zeggen. En dan kunnen wij, voor hem is dat de uitspraak van 2 seconden. En voor ons volgt al het werk. Nou, als je nu een school hebt die zegt met een heel docententeam, en wij gaan het werk verrichten. Moet je toch benutten. Oké, volgende vraag. Welke mensen hebben u geïnspireerd om dit te gaan doen? Oké. Ik denk allereerst mijn vader en mijn oom. Die hebben altijd ervoor gezorgd van blijf leren, blijf leren. Ik heb op de HAVO heb ik 2 docenten gehad. Stoep en Voet. Voet gaf aardrijkskunde en Stoep gaf geschiedenis. Ze waren 2 ontzettend goede docenten. Niet zo dat ik altijd hoge cijfers bij hun vak haalde, maar ze hebben me wel op de rails gehouden. En dat soort docenten, ja, die draag ik een warm hart toe. En toen ik op een gegeven moment zelf docent werd in 1995 in de Schilderswijk, had ik de luxe dat ik fresh off school in de Schilderswijk terechtkwam op het Johan de Witt College met zo ontzettend goed docententeam. Dat je Kees Ebbing lopen, Karin van der Graaf, Ruud de Graaf, Maarten Hamel. Die docenten hebben me, Frits van Horst, die hebben me alles geleerd wat ik leerde. Dus je hebt ook gewoon een leermeester nodig. En dat zijn wel mijn helden wat dat betreft in onderwijs. Is het zo dat in het onderwijs eigenlijk vooral geldt dat het specifieke personen zijn die iemand kunnen inspireren? Ja. Of is het meer het systeem als geheel dat mensen verder kan helpen? Nee, het systeem zeg je niet zo. Als leerling ben je 15 en zit je in over je puisten en dan kijk je op je rooster en dan moet je naar aardrijkskunde. Het is nooit het systeem. Het zijn altijd de mensen voor de klas. Ja. Dus dadelijk met e-learning of iPad learning, al dat gedoe wat nu hype is, forget about it. Die docent voor de klas die band aangaat met het kind, die is de enige die het kind tot leren krijgt. Ik heb hier nog een vraag van iemand die zegt, onze dochter zit op de Kees Boekenschool in Bilthoven. Dat is ook een doorloop van 2 tot 18 jaar. Wat vindt u van het idee daarvan? Ik heb geen idee hoe dat in elkaar zit. Dus daar kan ik geen woorden over vinden. Specifiek. Ik weet niet, ik hoor nu een leeftijdsgroep, maar ik ken niet het systeem erachter. Ik heb hier nog een vraag van iemand die zegt, wat is het belangrijkste selectiecriterium voor docenten? Iemand bij u solliciteert. Bij ons ziet het als volgt uit. Je komt binnen en dan ligt er al een stevig filter op de brief. 9 van de 10 sollicitanten wordt niet opgeroepen, terwijl ik ze wel nodig heb. Maar we kijken echt naar de brieven. Ze hebben een gesprek met een afdelingsleider, daarna met mij. Dan een gesprek met de sectievoorzitter. Dan gaan ze een aantal lessen geven. Dan zitten de afdelingsleider en de sectievoorzitter achter in de klas. Die rapporteren weer aan mij en dan hou ik het eindgesprek. Dus in een markt waar geen docent te vinden is, maken we het onszelf nog moeilijker. Maar je moet wel. In de
uitzending refereert u al even een beetje naar het ministerie van Onderwijs ook. Ja. En dat uw ambities misschien ook daar zouden kunnen liggen om daar minister te zijn? Nou, kijk. Is dat zo? Ja, maar over 10 jaar. Ik ga eerst blijf ik lekker op de Hugo zitten, want dan heb ik het ontzettend naar mijn zin. Uh-huh. Ik heb het team helemaal gek gemaakt de laatste 4 jaar. En dan nu het team verlaten, daar zie ik geen hou in. Dat kan ik niet maken, dat wil ik ook helemaal niet. Er is niets fijners dan naar een baan rijden 's ochtends waar je het naar je zin hebt. Ik heb eerder op een school gewerkt, dan ging ik jankend naar mijn werk. Dat doe ik mezelf nooit meer aan. Dus de eerste 10 jaar blijf ik nog lekker op de Hugo. Oké. En wat zijn de reacties vanuit de politiek op wat u doet daar in Rotterdam? Nou, de politiek is natuurlijk niet voor niets de politiek. Dus sommige mensen zijn blij met je, anderen niet. Ja. Waar ik me wel over verbaas is, als ik kijk naar de onderwijsprogramma's die alle politieke partijen hebben geschreven, dan vind ik het zo ontzettend beledigend naar het onderwijsveld toe. Je moet je niet vergeten, als docent voor de klas is jouw hoogste baas is die minister. En je wil gezien worden door die minister. En als je dan al die stukken door moet spitten en er zit geen enkel stukje waardering in naar de docent. Ja. Dat is een vreselijk iets. Iedereen wil van zijn baas horen. Ik zie je. Ik vind je belangrijk. Ik waardeer je. En waar gaat de discussie altijd over onderwijs? Ik zou het niet weten. Ik hoor D66 altijd praten. 2 miljard erbij. Wij zijn de onderwijspartij, want wij roepen 2 miljard. En dan vraag je, en waar gaat het naartoe dan? Dan weten ze het niet. Wat weten die politieke partijen toch gruwelijk weinig van onderwijs? En wat doet dat met jou als docent? Ja. Dat is een slechte zaak. En OCMW werken ontzettend betrouwbare, goede mensen. Maar die functioneert steeds meer als hitteschild tegen de politiek. En het zou me veel waard zijn als dit land nu eens gaat praten over onderwijs. En heeft u dit wel eens verteld aan politici in Den Haag? Ja, met regelmaat. Maar goed, die zeggen van, hey, gave vent, toffe gozer. En dan stappen ze in die auto en dan hebben ze bij God geen idee meer wie je bent. En zo gaat het met iedereen. En daarom zeg ik ook heel vaak, onderwijs is te belangrijk om aan de politiek over te laten. Wat mij betreft gaan we morgen ook met z'n allen staken hoor, een maand. Maar goed, wie ben ik? Ik heb hier nog een opmerking van Dennis van der Velde. Die zegt, de scholen in Schotland kosten wel ongeveer 20.000 euro per jaar voor de ouders. Ja, klopt. Hoe is dit te financieren? Nee, ja, dat zijn kostscholen. Maar ik ben ook op staatsscholen geweest. En vergis je niet, dat is omdat ze winst willen maken. Maar voor 10.000 euro, dan heb je het hele pakketje. En wij krijgen 8.000 euro per kind. Zitten we met 2 vanaf. Uh-huh. Dus het is ontzettend haalbaar. Maar het komt niet bij het kind terecht. Uh-huh. Het zit bij de bestuurders. Dan gaat het naar de scholengroepen. Dan komt het naar een locatie. En dan pas naar de docenten. Dan pas naar het kind. Nadat het omlaag is geduikeld door nog 500 andere lagen. En dat is natuurlijk bijna een soort droefheid van het onderwijs. Je zou kunnen beargumenteren, misschien gaat er wel genoeg geld heen, maar komt het niet aan. En dat is op zich al een onderzoek waard. Ja. Ik hoef dat ook niet aan te tonen, want er staan de kranten voor me. Okay. Ik heb hier nog een vraag van Peter van der Ploeg. Ja. Die zegt, ik begreep het wegsturen van mishandelende leerlingen, het niet terug willen nemen. Ja. Maar wat is plan B? Waar moeten die naartoe? Kijk, ik heb nooit het recht op onderwijs betwist bij die leerlingen. Maar ik denk dat als we collectief liegen met elkaar, met alle scholen, door maar te zeggen we houden ze binnen, dat het maatschappelijk niet zichtbaar wordt. En dan blijft het onzichtbaar. Ik denk dat die leerlingen er ontzettend bij gebaat zouden zijn om een soort resocialisatietraject in te gaan. Zij zijn niet gebaat op dit moment bij meer aardrijkskunde of meer wiskunde. Zij moeten met psychologen 1-op-1 gaan zitten van, joh, wat is er die dag met jou gebeurd? Wat heeft je bezield? Zo ken ik je niet. Praat eens met me. Als je die leerlingen echt wil helpen, dan is het niet intern houden op zo'n school en dan verstoppertje spelen met elkaar. Nee, dan moet je zorgen dat zij hulp krijgen. Want ik vind het bijna onfatsoenlijker om ze dan binnen te houden en te doen alsof je neus bloedt. Want het kind gaat dan naderhand veel erger ontsporen. Dus wat is helpen? Wat is de definitie van helpen in zo'n verhaal? Ja. Oké. Ik heb hier nog één vraag van iemand die zegt, wat is de visie van u en uw team op het onderwijs voor peuters? Ik vind dat peuters echt maar één ding moeten doen. En dat is waar ze goed in zijn. En dat is spelen. Uh-huh. En slapen. En dan af en toe die luien verschonen. Maar tussen 0 en 5 doen peuters waar ze sterk in zijn. Die gaan spelen. En wat doen ze dan terwijl ze aan het spelen zijn? Zijn ze aan het ontdekken. Uh-huh. En dat ontdekkingsproces is zo'n krachtig proces. Dus ik heb vandaag al meerdere reacties gehoord van, oh, hij gaat peuters rekenen geven. Ja, dat ben ik helemaal niet van plan. Maar ik vind wel dat je met peuters moet optrekken. En ik heb er alle vertrouwen in dat in sommige gezinnen dat goed gaat met die peuters. Maar ik weet uit ervaring, uit de Schilderswijk en uit Rotterdam-Zuid, dat het niet achter alle voordeuren goed gaat. En ik wil die peuters dus ook iets bieden. Ja. Dus we gaan ze laten ontdekken. We gaan lekker de natuur in met die gasten. We laten ze een dutje doen. We zorgen dat ze eten hebben. Peuters, die blijven peuters bij ons. Oké. Laatste vraag. Ja.
Hoe kijkt u aan tegen het openbaar maken van alle CITO-scores? Ja, dat heeft toch geen nut. Want wat maak je openbaar? Maak je de gecorrigeerde CITO's openbaar? Of maak je de CITO's waarvan de 10 leerlingen uit die groep niet hebben meegedaan? Wat zegt de CITO? Wat ik zou willen is, eigenlijk hecht ik heel weinig waarde aan CITO-scores. Een kind op een basisschool, hebben ze allemaal zeer nauwkeurige volgsystemen. En dat zijn DLE-scores. Dus dat is je didactische leeftijdsequivalent. Die zegt bijvoorbeeld bij lezen sta je een A of bij lezen sta je een E. Die zijn veel beter om te voorspellen waar het kind gaat eindigen en hoe zijn onderwijscarrière gaat eindigen, dan die CITO-scores. CITO-scores kun je oefenen. Neem ik de basisscholen niet kwalijk. Ik doe niks anders met mijn eindexamens. Maar dat heeft, inmiddels is dat een beetje een failliet systeem. Ja. En nu? 1 januari van start? 1 januari niet, want ik vrees dat we dan een feestje achter de rug hebben s'avonds. Maar we gaan wel starten met, in januari met de basisschool. En dan plakken we in augustus daar de peuters aan vast. En dan hebben we per september hebben we heel de rits. En dan gaan we gewoon ons best doen en dan kan iedereen ons volgen. Oké. Veel succes met de school. Hartelijk dank voor je komst. Dank. Dit was Tegenlicht Live. Over een paar weken zijn wij er weer na de uitzending. Prettige avond. Dank. Dank.